Ik ontdekte pas bij de voorbereiding van deze lezing dat Wim Banning een proefschrift over het werk van Jean Jaurès heeft geschreven. Beide mannen zijn kinderen van de 19e eeuw die de komst van een nieuwe tijd aanvoelden. Een tijd met zowel kansen als grote uitdagingen. Jaurès, zoals u weet, werd vermoord aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, omdat hij pleitte voor vrede tussen de volkeren en dus niet meeging in het ultranationalisme dat zowel Frankrijk als Duitsland toen in haar greep kreeg. Banning zou beide wereldoorlogen overleven en kreeg ook een heel mooie accolade van Joop den Uyl in 1958 in S&D, waarin Joop op hele humoristische wijze Banning lof toezwaaide, maar ook een beetje plaagde. Dus even een aansporing. Als u tijd heeft, zoek het even op. Best leuk om te lezen. De periode van de totalitaire ideologieën zou voor Banning zijn politieke opvatting verder invullen en tegelijkertijd die politieke opvatting niet wezenlijk veranderen. Juist omdat hij, net als Jaurès, de mens als individu en als lid van een gemeenschap zag. In hun ogen was dat een noodzakelijke wisselwerking. Zonder individu geen gemeenschap, zonder gemeenschap geen individu. Dit beeld was bij beide het resultaat van hun waardering voor en kritiek op het marxisme, dat fundamentele maatschappelijke mechanismen blootlegt, hetgeen zij erkenden, maar dat de neiging had de mens tot willoos radertje in dat mechanisme te reduceren, hetgeen zij bestreden. Zij hadden, om met Goethe te spreken, twee zielen in een borst, christen en socialist. Zij zagen een harmonieus samenzijn tussen die zielen in een tijd dat dit voor de meeste mensen volstrekt ondenkbaar was. Beide geloofden in een betere toekomst, in vooruitgang. Je eert je erflaters niet door te zwelgen in het verleden, maar juist door de blik op de toekomst te richten. In de woorden van Jaurès: door naar de zee te stromen, blijft de rivier trouw aan haar bron. En nu, omdat Casper de prijs gewonnen heeft, een klein uitstapje naar het heerlen van de jaren 30. Want er is iemand anders die voor de sociaaldemocratie heel belangrijk is geweest in de doorbraak naar christenen, in dit geval katholieken. Dat was Marinus van der Goes van Naters. Marinus van der Goes van Naters die vanaf 1930 totdat hij in de Kamer werd gekozen in 1937 als advocaat van de linkse, van de rode mijnwerkersbond in Heerlen actief was. Hij woonde op de Franciscusweg, jou wel bekend. In een heel mooi groot huis, net gebouwd toen. Toen was er een bouwboom in Heerlen. En hij zag, tot zijn verrassing, want tot op dat moment was natuurlijk alles wat paaps was, was levensgevaarlijk. En alles wat socialistisch was, was in de ogen van de kerk nog veel gevaarlijker. Totdat ze elkaar wat beter leerden kennen en hij er ook achter kwam, Marinus, dat die kerk in die mijnstreek ook heel veel sociale dingen deed. Niet alleen maar om de rooien buiten de deur te houden, maar ook om echt iets voor de mensen in de mijnstreek te doen. En misschien moeten we daar eens een andere keer wat langer over doorpraten, anders kom ik niet meer aan mijn lezing toe. Maar het is echt een ongelooflijk interessant experiment om te bestuderen wat daar toen is gebeurd. Dat was social engineering en multiculturalisme avant la lettre. Wat de kerk, en in dit geval meneer die Henri Poels heette, een priester die te modern was voor de kerk en dus voor straf naar de mijnstreek werd gestuurd, maar daar geweldige werken heeft verricht. En het was het eerste voorbeeld van geslaagde integratie in Nederland. En daarvoor zorgde hij voor huizen, hij zorgde voor scholen, hij zorgde voor integratiecursussen, werden toen niet zo genoemd. Maar hij zorgde vooral voor dat de kerk overal controle overhield. Maar het leidde bij Van der Goes van Naters tot de conclusie: eigenlijk moeten we met die katholieken gaan samenwerken. En dat is vanaf 1937, als die in de Kamer komt, is dat een drijfveer voor hem. En met name in zijn tijd in Boegenwald en later in Sint-Michiels-Gestel ontwikkelt hij dat steeds verder. En hij is samen met Banning, ik ben natuurlijk van katholieke huizen, dus ik kan niet ook om hem heen. Samen met Banning zijn zij de twee grote promotoren van de doorbraak die in 1946 in de Partij van de Arbeid tot stand is gekomen. Zeer tot ergernis trouwens van Jacques de Cat, die Van der Goes van Naters toen ook typeerde als de poes der paters.
Had een heel scherpe tong, Jacques de Cat. Nu ik het toch over hem heb en dan hou ik op met mijn anekdotes. Hij is een 1949, heeft Max van der Stoel mij verteld. 1949, Max was internationaal secretaris en ze moesten voor het eerst naar, hè, de Bondsrepubliek was net gesticht en dan gingen ze naar Bonn om met de SPD te spreken. Hier vanuit Amsterdam in een kever, een Volkswagen kever, Jacques de Cat en Max van der Stoel. Na een aantal uren rijden komen ze over de Duitse grens bij Aken en ze willen even rusten, een kopje koffie drinken. En Jacques zegt, zet jij de auto weg, ik ga alvast naar binnen, dan wacht ik je op, bestel ik alvast koffie. Nou, Max die zet zijn auto weg, hij wil naar binnen lopen en Jacques de Cat komt met een heel rood hoofd, woedend, weer de rasstetten uitlopen, beent naar de auto en zegt, we gaan onmiddellijk terug naar Nederland. Dus Max, nog heel jong toen, durfde niks te zeggen, samen in de auto, uren stilte. Een mopperende Jacques de Cat die niks zei. En uiteindelijk komt het hoge woord eruit. Weet je wat ze tegen me zeiden? Toen ik een kop koffie bestelde en ik wilde er taart bij, zeiden ze, u heeft een kuchenbefehl nodig. Nou, vanaf dat moment wilde ik niet meer in Duitsland blijven. Jacques de Cat had dus kuchenbuffet verkeerd begrepen en dacht dat hij een kuchenbefehl. Goed. Genoeg anekdotes over onze erflaters. Laat ik terugkeren naar vandaag, want ik geloof dat ook vandaag van het allergrootste belang is, of men nu gelovig is of niet, te erkennen dat een individu niks is zonder een gemeenschap en dat een gemeenschap niks wordt als de leden niet als individu worden erkend en gerespecteerd. Radicale politieke bewegingen wereldwijd en ook op onze eigen stoep hebben de neiging het individu ondergeschikt te maken aan de gemeenschap zoals zij haar definiëren. Hoed u voor politici die beweren namens het volk te spreken, alsof het volk één ziel en één mening zou hebben. Uiteraard natuurlijk de mening van de politicus in kwestie. Voor Banning en de zijnen betekende doorbraak dat ook confessionelen een thuis konden vinden in de socialistische beweging en ook intellectuelen zich het lot van de minder bedeelden of achtergestelden konden aantrekken. Ik zeg dat ook in aanleiding van de discussie net. Van der Goes van Aters kreeg ook altijd dat verwijt, hij jonkheer en woonde in een groot huis in Wassenaar. En toen was hij, salonsocialist. Hij zei, ja, ik ben een salonsocialist. Ik zou wel willen dat ze ons hogere belasting zouden opleggen. Ik vind dat ook een gezonde benadering. Schaam je niet voor waar je staat. Het gaat niet over waar je staat of wat je verdient. Het gaat erover wat je bereid bent voor de gemeenschap op te brengen. En liefdadigheid is een kwelling van de moderne samenleving, zeker de Angelsaksische samenleving, gewoon netjes belasting betalen. Daar zou het om moeten gaan en daar moeten we hard aan werken. In de context, dat intellectuelen intellectueel zijn, maakt ze niet tot een elite als ze ook die kracht die ze hebben tot het bedenken van oplossingen ten dienste van de hele samenleving willen stellen. Dat is de opdracht. Dat is de kern van de sociaaldemocratie altijd geweest, een alliantie tussen verschillende groepen in de samenleving. En ik vind dat in de context van vandaag heel erg nodig om ons daar weer op te focussen, om dat weer opnieuw uit te vinden. Want die babbels en die echokamers, die hebben de neiging binnen de babbel, binnen de echokamer, een sterk gevoel van gemeenschap te geven, maar een gevoel van gemeenschap die zich afzet tegen de andere babbels en de andere echokamers en zo dus geen verbindingen in de samenleving aanbrengt, maar juist het wantrouwen tussen verschillende groepen in de samenleving sterker maakt. En ik vind dat dit vandaag de versterking van onze gemeenschap als geheel te veel in de weg staat. Dus als we onze erflaters, waaronder Banning en mag ik er weer noemen, van der Goes van Aters, recht willen doen, is de strijd voor deze doorbraak niet alleen een nobel streven, maar een noodzakelijke opdracht. Alleen zo herpositioneer je maatschappelijk denken weer in deze toch veel te veel verdeelde samenleving.